Oké, stripvrienden, dit is even nieuw voor mij, maar ik heb een strip gelezen en ik heb zowaar een hekel gekregen aan de hoofdpersoon. Deze strip heb ik gelezen, De Koning der Belgen staat schaak, het vierde deel uit de reeks Scott LeBlanc. Een strip in de klare lijnstijl en dat is ook de reden waarom ik hem wilde lezen. Kijk, ik ben opgegroeid met Kuifje, ik vind de strips van Erik Heuvel, January Jones, vind ik erg leuk om te lezen. Ik heb ook andere strips van hem gelezen. Achter mij zie je ook nog Splinter. Dat is ook een beetje een klare lijn stijl strip. Dus de stijl spreekt mij wel aan. En ik wilde ook eens een keer nog weer eens wat anders daarin lezen. Dus vandaar dat ik bij deze uitkwam. En ik denk, ik ken de reeks nog niet. Laat ik hem een keer proberen. En bij aanvang, prima. De tekenstijl beviel me goed. De decors vind ik heel erg mooi getekend. De meeste personen ook wel. Alleen qua verhaal, qua hoe de personages zijn. De hoofdpersoon in dit verhaal is Scott LeBlanc. Hij is een verslaggever, een reporter. Hey, dat doet toch even denken aan die andere in klare lijnstijl getekende reporter. Met dat. Ja, je weet wel. Dus ik zie enige vergelijking. Maar daar houdt de vergelijking snel op. Nou moet ik wel zeggen, deze Scott LeBlanc die mag de koning der Belgen, koning Boudewijn, gaan interviewen. Dat is natuurlijk een hele eer. En ik bedoel, ik interview zelf ook stripmakers dan. Nou ja, als ik de koning van de strips zou mogen interviewen, dan zou ik ook wel onder de indruk zijn. Dus dat zou ik ook wel heel gaaf vinden. Ik weet trouwens even niet wie de koning van de strips is. Of die er überhaupt is. Maakt ik verder niet even uit. Maar het gaat even om het idee. Hè. Je mag de koning interviewen. Dat is toch best een big deal. Alleen, heel ver komt hij niet, want al vrij snel in het verhaal wordt Scott LeBlanc ontvoerd. En pst, hij is voorlopig even weg uit het verhaal. En tot dat moment heb ik nog geen hekel aan hem. Maar ik krijg wel een hekel aan iemand anders die dan in het verhaal opduikt. En dat is namelijk, jawel, de moeder van Scott LeBlanc. En die gaat op bezoek bij een goede vriend van Scott, namelijk professor Moleskine. En zij gaat hem om hulp vragen om Scott te zoeken. Hij doet dat uiteindelijk. Zij gaan naar België en zij gaan zoeken. Die moeder, hoe die zich opstelt. En nou heb ik toevallig even een recensie gelezen van het voorgaande album. En daar blijkt dat er ook al wat voorgevallen is tussen die moeder van Scott LeBlanc en professor Moleskine. En dat krijgt dan waarschijnlijk hierin een staartje. En als je dat weet, dan snap je het misschien. Maar ik zat mij daar ontzettend aan te irriteren. Want aanvankelijk is zij verdrietig en bezorgd. Maar tegelijkertijd maakt professor Moleskine een opmerking en dat pakt zij dan weer een beetje dubbelzinnig op. En vanaf dat moment maakt zij allerlei opmerkingen van een beetje een dubbelzinnige natuur naar deze professor Moleskine. En dan echt, ik zat me echt een beetje op te vreten toen ik dat aan het lezen was. Gelukkig blijkt ze nog wel nut te hebben, want ze blijkt namelijk heel goed sloten open te kunnen maken waar ze geen sleutel van hebben. Dus nou, dat is dan wel weer een hele goeie. Maar goed, dan komt het punt uiteindelijk dat ze Scott gevonden hebben, dat ze hem bevrijden, dat ze erachter komen dat er een complot gaande is om de macht in België over te nemen. Dus een bepaalde organisatie die heeft een dubbelganger in de plaats van de koning weten te zetten op een heel ingenieuze manier. Nou moet ik wel zeggen dat het allemaal heel erg makkelijk gaat. Er zijn weinig tegenslagen in alles, zowel in het plan van de slechterik als in het hele onderzoek van professor Moleskine. Maar goed, we volgen het verhaal gewoon. En dan vanaf dat moment gaan Scott en professor Moleskine gaan proberen samen met de koning dat plan weer te dwarsbomen. Ja, en dan toont deze Scott LeBlanc een beetje zijn natuurlijke aard. En vanaf dat moment heb ik echt zoiets van, oh man, hou op, hou je mond dicht. Ja, en die professor Moleskine, die irriteert zich daar ook vreselijk aan. Dat laat hij ook meerdere malen blijken. Dus wat dat betreft ben ik gelukkig niet de enige ook. Een van de andere belangrijke personages in deze serie ook. Ik zou zeggen, waarom noemen ze deze serie Scott LeBlanc? Noem deze serie Professor Moleskine, want uiteindelijk is hij toch wel, wat mij betreft, een beetje de leidende figuur in dit boek. Uiteindelijk is het wel een spannend avontuur en het wordt op een gegeven moment ook wel even wat spannender dat het een beetje misgaat. Dat je denkt, oké, nu gaat het mis, hoei, en nu? Dus er zitten wel wat spannende momenten in, maar al met al kabbelt het redelijk vrolijk door. Ik vond het qua tekenstijl best een leuk album om te lezen. Niet alle personages vond ik even mooi getekend. De decors vond ik wel heel erg mooi. En qua verhaal, ja, op zich best wel spannend. Niet heel veel dat je puntje van je stoel zit. Dus ja, heel eerlijk gezegd, ik denk dat dit een eenmalig uitstapje voor mij is geweest. Maar goed, mocht jij denken van nou, ik
ken deze reeks, ik vond ze leuk, ik wil deze ook gewoon lezen. Voel je natuurlijk vrij, ga lekker naar de stripwinkel en ga hem halen. En denk je toch van, nou, ik laat me niet afschrikken, ik ga hem toch zelf lezen. Ook, nogmaals, hè, bij de stripwinkel, ga hem halen, ga hem lezen. En laat vooral een comment achter onder deze video wat jij van dit album vond en wat jij van deze reeks vindt. Want misschien denk jij er heel anders over dan ik. En dat kan natuurlijk, en daar ben ik wel heel benieuwd naar. Dus laat een comment achter. Als je hem gaat lezen, wens ik je veel leesplezier. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie graag bij een volgende video weer terug.